Goedenavond, welkom op deze webinar. Ik ben Dave Keulen, directeur van Onafhankelijk Leven. En vanavond organiseren we een webinar over de rechten van mensen met een handicap in coronatijd. Het is zo dat wij vanuit Onafhankelijk Leven het voorbije jaar tal van signalen kregen van mensen met een handicap die zich eigenlijk in de steek gelaten voelden. Die zeiden van, we weten niet waar naartoe en we zijn heel erg ongerust. En vooral, we hebben ook het gevoel dat de overheid niet naar ons luistert. Vanavond gaan wij een drietal sprekers aan het woord laten die hun eigen verhalen gaan vertellen. We hebben ook Unia uitgenodigd, Gert Baks, beleidsmedewerker van Unia, die jullie mee zal nemen in wat het VN-verdrag voor personen met een handicap betekent. En tijdens deze webinar kan je ook chatten. Dus je kan ook chatten. Als je vragen hebt, kan je deze vraag ook stellen. Deze webinar wordt opgenomen, dat wil zeggen dat we jullie nadien een opname zullen versturen. Het is een nieuwe manier van werken. Webinars hebben we al een aantal keer gegeven, maar deze doen we met veel mensen samen. Dus hier en daar zijn er wel wat technische issues misschien, maar daar excuseren we ons alvast op voorhand voor. Voor de rest geef ik nu heel graag het woord aan Gert, die jullie meer uitleg zal geven over wat het VN-verdrag juist inhoudt. Dankjewel. Gert, aan jou het woord. Ja, dankjewel Dave. Ik ben Gert Baks. Ik ben werkzaam bij Unia, bij de dienst die mee instaat voor de opvolging van het VN-verdrag, in zaken de rechten van personen met een handicap. En ja, ik moest even zoeken hoe ik mijn slides kon verschuiven. En ik ga jullie vanavond wat vertellen over handicap en mensenrechten. Hè. Vandaag de dag weten we misschien iets meer dan anders wat mensenrechten zijn, omdat we jammer genoeg die mensenrechten een beetje ingeperkt zien door de coronamaatregelen. Hè. We kunnen niet bij onze familie en vrienden op bezoek gaan wanneer en hoe we willen. We kunnen niet zomaar een citytrip doen naar het buitenland enzovoort. Dus we weten vandaag meer dan ooit wat mensenrechten betekenen. En mensenrechten impliceren dat we gelijke rechten hebben, dat iedereen gelijke rechten heeft. Dat we zelf vormgeven aan onze manier van leven. Dat we recht hebben op onderwijs ook, dat we recht hebben op werk en dat onze levensstandaard voldoende hoog is. Dat we recht hebben op cultuurparticipatie ook. En nog een heel aantal andere rechten liggen vervat in die mensenrechten. En die mensenrechten die zijn niet voorbehouden voor een bepaalde geprivilegeerde groep. Maar die mensenrechten gelden voor iedereen. Ze zijn universeel. De mensenrechten liggen vervat in de universele verklaring voor de rechten van de mens. Nu, die mensenrechten lijken voorbij de corona dan, voor ons misschien evident, maar dat zijn ze lang niet altijd voor iedereen. Bijvoorbeeld voor vrouwen of voor kinderen zijn mensenrechten niet altijd evident. En ook voor personen met een handicap zijn mensenrechten niet altijd evident. En daarom zijn er verschillende verdragen uitgewerkt geweest die gaan expliciteren wat die mensenrechten betekenen voor die verschillende groepen. Zo is er ook een verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap uitgewerkt, dat België ook geratificeerd heeft en waarin heel sterk vertrokken wordt van een sociale benadering van handicap. Dat wil zeggen dat men handicap gaat zien als het resultaat van drempels die worden opgeworpen in de omgeving, die worden opgeworpen door bepaalde gewoonten en die ertoe leiden dat je als persoon met een handicap niet voldoende op een inclusieve manier kan deelnemen aan het leven. En wat nu ook specifiek, wat nu ook nieuw is aan dat VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap, is dat het heel sterk vertrekt vanuit een mensenrechtenbenadering ook, van die sociale visie op handicap. Dus als personen met een handicap hebben we er recht op dat alle drempels worden weggenomen. Dus we zijn niet aangewezen op goodwill van mensen of instanties om drempels weg te nemen. Maar we kunnen effectief wel eisen dat die drempels weggenomen worden. En het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap
vertrekt van een aantal hele belangrijke basisprincipes. Het eerste basisprincipe is de vrijheid om zelf keuzes te maken. Dat is een heel belangrijk principe dat centraal staat doorheen het hele VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap. Onafhankelijkheid is ook een heel cruciaal basisprincipe van het VN-verdrag, dat we als personen met een handicap niet afhankelijk zijn van andere personen. Inclusie in de samenleving is een centraal sturend basisprincipe van het VN-verdrag. En het wil zeggen dat alle rechten die vervat liggen in het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap op een inclusieve manier moeten bewerkstelligd worden. Denk aan het recht op onderwijs, dat is een recht op inclusief onderwijs. Denk aan het recht op werk, dat is het recht op werk in een inclusieve werkzetting. Dus inclusie in de samenleving is een centraal sturend basisprincipe in dat VN-verdrag. Het VN-verdrag heeft ook als basisprincipe non-discriminatie. Dat wil zeggen dat je als persoon met een handicap niet omwille van je handicap verschillend mag behandeld worden dan iemand anders. En toegankelijkheid als laatste basisprincipe is ook heel centraal, omdat het eist dat reguliere dienstverlening ook optimaal, integraal toegankelijk gemaakt wordt voor personen met een handicap. En die basisprincipes liggen ook aan de grondslag van het recht om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij. Dat betekent dat we personen met een handicap niet gaan uitsluiten, dat we ze niet gaan uitstoten uit de samenleving. Het betekent ook niet dat we, het betekent ook dat we personen met een, dat we geen afzonderlijke dienstverleningen gaan uitwerken voor specifiek personen met een handicap aan de rand van de maatschappij. Het betekent dat we geen specifieke instellingen gaan in het leven roepen voor personen met een handicap buiten de reguliere maatschappij. Maar het betekent ook dat we niet binnen de maatschappij een specifieke dienstverlening specifiek voor personen met een handicap gaan instaureren. Maar het betekent wel dat we samen, personen met en zonder handicap, samen deel uitmaken van dezelfde maatschappij en samen gebruik maken van dezelfde dienstverlening. Of dat nu gaat over huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, de arbeidsmarkt. We maken deel uit van dezelfde samenleving en we maken dat die dienstverlening ook toegankelijk is voor personen met een handicap en dat iedereen van die dienstverlening gebruik kan maken. Natuurlijk, personen met een handicap die daar nood aan hebben, moeten daarbij kunnen rekenen op ondersteuning. Nu, dat recht om in de maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden, dat is vervat in artikel 19 van dat VN-verdrag. Dat heeft drie belangrijke pijlers. Ten eerste, dat men de keuze heeft als persoon met een handicap waar en met wie men leeft, dat men niet onderworpen wordt aan een verplichte leefregeling, dat men zelf kan kiezen wanneer men opstaat, wanneer men gaat slapen, wat men doet in de vrije tijd, waar men gaat werken enzovoort. Dat is een heel belangrijke eerste pijler. Een tweede pijler van dat recht op inclusief wonen is het recht op individuele ondersteuning, het recht op persoonlijke assistentie bijvoorbeeld. Dat is een belangrijke tweede pijler om dat recht te kunnen waarmaken. En tenslotte is ook toegankelijke dienstverlening, bijvoorbeeld, ik zei het al eerder, toegankelijke huisvesting, toegankelijk onderwijs, toegankelijke gezondheidszorg, is ook een belangrijke derde pijler om dat recht te kunnen verwezenlijken. Nu, die eerste pijler, die daarop berust een onmiddellijke verplichting voor de staten die het verdrag hebben geratificeerd. Dus dat betekent dat Vlaanderen vandaag moet garanderen dat personen met een handicap zelf kunnen kiezen over hun leefvorm. Die andere twee pijlers, die moeten progressief gerealiseerd worden. Dat wil zeggen dat er stappen vooruit moeten gezet worden, dat er geen stappen terug mogen gezet worden. Dan noemt men het standstill-principe. En vanuit UNIA zien we er ook op toe dat dat gerespecteerd wordt. Maar het is niet vrijblijvend, die progressieve realisatie. Want internationaal is er consensus dat staten
alle beschikbare middelen moeten aanwenden om die progressieve realisatie mogelijk te maken, dat ze ook op korte en middellange termijn doelen moeten vooropstellen en concrete acties uitwerken om dat doel te bereiken. Dat betekent ook dat we van de overheid een aantal zaken moeten kunnen verwachten. Ten eerste dat de overheid een actieplan rond deinstitutionalisering uitwerkt. Deinstitutionalisering mag niet meer ter discussie staan. De manier waarop er gedeinstitutionaliseerd, dat is altijd een heel moeilijk woord, waarop er gedeinstitutionaliseerd wordt, daar kan men wel over discussiëren, maar het idee van deinstitutionalisering zelf, daarover mag geen discussie meer bestaan. Dat betekent heel concreet dat we moeten kunnen verwachten dat er een uitstroom is van personen met een handicap uit instellingen en niet dat er nieuwe personen met een handicap instromen naar instellingen. We moeten ook van de overheid kunnen verwachten dat alle beschikbare budgetten voortaan aangewend worden voor inclusieve oplossingen. Dat betekent ook, een derde punt, dat we geen nieuwe instellingen meer gaan bouwen of dat we bestaande instellingen niet gaan renoveren. Minime uitzondering, minime renovaties niet te nagesproken, die de veiligheid van personen met een handicap in de instellingen moeten garanderen. Maar normalitair mogen er geen nieuwe instellingen meer gebouwd worden en mogen er ook geen instellingen meer gerenoveerd worden. Wat ook van de overheid verwacht wordt, is dat cijfers worden bijgehouden rond personen met een handicap, zodanig dat we die progressieve realisatie, die stelselmatige deinstitutionalisering kunnen gaan monitoren, kunnen gaan meten of er al dan niet progressie gemaakt wordt op dat vlak. En tenslotte verwachten we ook van de overheid dat formele individuele ondersteuning gefaciliteerd wordt, zodanig dat personen met een handicap niet louter aangewezen zijn op informele ondersteuning door familie of vrienden. Voilà, dat is in een notendop een beetje meer informatie over handicap en mensenrechten. Dankjewel voor deze heldere uitleg. Dan hebben we hier ook vanavond een aantal sprekers. We hebben hier ondertussen Brent en Els bij ons zitten. Brent die is een jongeman van 24 jaar met een fysieke beperking die zelfstandig woont in een voorziening. Maar in de coronacrisis moest hij plotseling terug naar huis en was hij bij zijn ouders. Els, zijn mama zal meegetuigen, dus we laten hen graag aan het woord. Ik geef het woord aan Brent en Els. Wat was dat voor jou, Brent? Plots terug naar huis? Voor mij was dat plots... Allee, was dat wel een koude douche. Ik moest plots op 5 minuten tijd al mijn gerief inpakken en terug naar huis. Mijn wereld stond eigenlijk zo goed als op zijn kop. Alle structuur die ik had en de zelfregie die ik had in mijn eigen leven, die viel weg. En ik had eigenlijk wel moeite om het te aanvaarden, omdat ik dat zo gewend was. Maar voor jou, Els, moet dat toch ook niet evident geweest zijn? Wel, sinds de tijd dat Brent zelfstandig op zijn studio was gaan wonen, hadden wij als gezin ons leven daar gaan naar inrichten. En was toch wel voor elk van ons gezin opnieuw een aanpassing dat Brent bij ons kwam wonen. Nu, de persoonlijke zorg voor Brent, die was ik al 21 jaar gewend. Dus dat voelde voor mezelf alsof ik gewoon terug de draad moest stoppikken. Waar ik wel enorm van was geschrokken, dat is eigenlijk het gemak waarmee de voorzieningen hun bewoners eigenlijk terug naar huis konden of mochten sturen. Eigenlijk hadden zij in mijn ogen als professionele zorgaanbieder toch wel moeten instaan voor zorgcontinuïteit, zeker in tijden van een pandemie of van crisis. En hadden zij eigenlijk gewoon de garantie op zorg moeten, of de zorg moeten garanderen voor mensen met een handicap. En dat is niet gebeurd, of toch niet altijd gebeurd. En daar hebben dan sommige voorzieningen toch wel in gefaald, volgens mij.
Ja, jullie moesten ook de voorziening blijven doorbetalen. En, maar hebben jullie dan een alternatief aanbod voor zorg en ondersteuning gekregen? Nee, wat mij betreft niet. Het alternatief aanbod was een half uur per week een Zoom-call met de bewoners en één keer per week een telefoontje van de begeleider. Maar wat mij betreft is dat geen alternatieve ondersteuning. Wat dat voor mij bijvoorbeeld belangrijk is, is mijn kinne en die vul ik weg. En hoe liep het dan qua communicatie met de voorziening? Werd je dan goed op de hoogte gehouden? Niet helemaal. We wisten eigenlijk niet wat er achter de schermen zich afspeelde. We wisten ook niet wat er met het personeel gebeurde. Informatie over een mogelijke datum van terugkeer na de lockdown, dat hebben we eigenlijk vernomen via andere bewoners en niet via de voorziening zelf. Dus de communicatie liep toch wel een beetje te stroef. Nu, wat zou je meegeven aan de, als boodschap aan onze beleidsmakers? Ik zou vooral willen zeggen dat het niet zomaar boven onze hoofden mag beslist worden. Het gaat over ons leven. Het leek voor mij persoonlijk dat ik geen stem had doordat ik in een voorziening woon. En ik miste wel inspraak, want ik wil ook inspraak in mijn leven dus. Oké, dank je wel. Ik ga even... Dank je wel, Brent en Els. Ik ga even over naar Gert, want we hebben hier toch al een aantal verhalen gehoord. En vanuit Onafhankelijk Leven hebben we ook achter de schermen heel geprobeerd om daar zaken aan te veranderen, om ervoor te zorgen dat mensen die thuis woonden, die plotseling thuis woonden, dat die toch een extra budget kregen. Maar dat was allemaal niet zo evident. Nu, er zijn toch al een paar vragen vanuit het publiek. Iemand vraagt, kunnen jullie ook maatschappij die woningen bouwen die aangepast zijn voor personen met beperkingen op wil wijzen wat dan de noden uiteindelijk zijn? Ik ga even, Gert, naar jou. Ik wil even jouw reflectie horen wat er hier wordt gezegd en ook terugkomende vraag die wordt gesteld. Gert, ik ga jou in beeld brengen. Ja, de ervaring van Brent illustreert inderdaad dat Ik heb net gezien. Ik ga even de vraag, Gert, je was niet verstaanbaar, dus kan je even opnieuw beginnen, dankjewel. Ik ga toch dichter bij mijn router zitten, dat is waarschijnlijk daaraan gelegen. Ik hoop dat ik nu beter verstaanbaar ben. Dus de ervaringen van Brent zijn zaken die we helaas vaak horen, ook bij Unia. En het illustreert dat personen met een handicap vaak niet betrokken worden bij zaken die hun rechtstreeks aanbelangen. Hè. Nochtans hebben we gezien dat het vormgeven aan je manier van leven, dat een mensenrecht is. En dat het de vrijheid om zelf keuzes te maken ook een van de basisprincipes is van het VN-verdrag. En artikel 19 hebben we ook gezien, bepaalt dat Vlaanderen ook die vrije keuze moet garanderen aan personen met een handicap. Dat is een onmiddellijke verplichting die niet onderhevig is aan progressieve realisatie en waarvan men ook in noodsituaties niet mag afwijken. En de huidige gezondheidscrisis rechtvaardigt weliswaar maatregelen die ingrijpen in onze vrijheid, maar die maatregelen moeten steeds proportioneel zijn. Dat wil zeggen dat ze niet verder mogen gaan dan strikt noodzakelijk. En er moet altijd bekeken worden of er geen maatregelen denkbaar zijn die minder ingrijpend zijn, maar waarmee men wel hetzelfde effect kan bereiken. Het gaat erom om voor personen met een handicap dan te gaan kijken welke drempels er bestaan, welke drempels die weggewerkt moeten worden, om ervoor te zorgen dat op een inclusieve manier toch de veiligheid van personen met een handicap, van hun ondersteuners, van het personeel in instellingen kan gegarandeerd worden. En de middelen die beschikbaar zijn, moeten altijd op een zodanige manier ingezet worden dat ze inclusieve oplossingen faciliteren. Met betrekking tot die vraag van nieuwe woningen,
die gebouwd worden. Daar zet men binnen de Vlaamse gemeenschap meer en meer in op aanpasbaar wonen. Dat wil zeggen dat nieuwe woningen gebouwd worden die makkelijk aanpasbaar zijn aan de noden van personen met een handicap. Dat is nog niet verplicht voor alle nieuwbouwwoningen die gezet worden, maar men zou zich de vraag kunnen stellen of dat niet verplicht zou moeten gemaakt worden. Nu, daar is bij NOZO, denkt men, adviseert men de Vlaamse overheid en is die discussie gevoerd en is het ook de vraag gekomen om daarover na te denken, over het meer en beter inzetten op die aanpasbaarheid van woningen, zodanig dat je die reguliere huisvestingsmarkt, dat die makkelijker en ruimer beschikbaar is, ook voor personen met een handicap. Dankjewel. Er vraagt ook iemand of er dan eigenlijk sancties mogelijk zijn bij niet-naleving van het verdrag. Sancties zijn mogelijk. Of beter gezegd, wanneer het verdrag niet nageleefd wordt, kan een klacht ingediend worden bij het VN-comité in zaken de rechten van personen met een handicap. Dat komt omdat België naast het ratificeren van het verdrag ook het facultatief protocol, een extra protocol bij het VN-verdrag, ondertekend heeft, geratificeerd heeft, dat mogelijk maakt. Maar dan moeten altijd eerst de interne rechtsprocedures uitgeput worden, eerste aanleg, hoger beroep, cassatie eventueel. En dan pas kan een klacht ingediend worden bij het VN-comité in zaken de rechten van personen met een handicap. Zoals ik al zei, is er ook een verschil tussen zaken die waarvan de op de verdragssluitende staten de onmiddellijke verplichting berust om die ten uitvoer te brengen en andere zaken waar een progressieve realisatie verwacht wordt. Maar ook daar zou het VN-comité kunnen oordelen bijvoorbeeld van ja, er zijn onvoldoende inspanningen geleverd om dat recht progressief te realiseren. Alsnog is dat met betrekking tot België nog niet gebeurd bij het VN-comité, maar dat behoort inderdaad tot de mogelijkheden. Daarnaast, wanneer men die interne rechtsorde uitput, wanneer men omwille van een bepaalde ongenoegen naar de rechtbank stapt, dan zal ook de rechter altijd ook het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap, of idealitair kent die rechter het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap, en de interne rechtsorde, decreten en wetten, moeten steeds geïnterpreteerd worden in lijn met het VN-verdrag. Het VN-verdrag is de hoogste rechtsorde en lagere wettelijke bepalingen, zoals decreten of wetten, moeten steeds geïnterpreteerd worden in de zin van internationale verdragen. Dus onmiddellijk sancties zijn er niet echt, maar het is wel... Enerzijds heeft het een onrechtstreekse werking in de interne rechtspraak en anderzijds is er wel die mogelijkheid om naar het VN-comité te stappen wanneer de interne rechtsmiddelen uitgeput zijn. Dank je wel. Ondertussen hebben wij nog een andere spreker voor u klaarzitten. Eddie Schelfout staat ondertussen al meer dan 16 jaar op de wachtlijst, dus hij heeft eigenlijk geen perspectief op een budget. Eddie heeft een fysieke beperking en is hier ook aanwezig bij ons. Eddie gaat eigenlijk vertellen hoe dat hij de coronacrisis heeft beleefd, het feit dat hij geen budget heeft en dat hij eigenlijk voor zijn hulp ook vandaag nog als 42e man al aangewezen is op zijn ondertussen bejaarde ouders. Dus ik laat Eddie even aan het woord. Eddie, ik schakel even over naar jou. Even het geluid aanzetten, Eddie, en dan komen we er helemaal. Goedenavond Dave, goedenavond iedereen. Ja, zoals Dave net aangaf, woon ik volledig op mijzelf, maar moet ik mij volledig beroepen op mijn persoonlijk netwerk, in dit geval mijn twee bejaarde ouders van plus 70 jaar. En dat is in deze coronacrisis absoluut geen gemakkelijke en evidente zaak. Want die vielen eigenlijk weg toen dat de coronacrisis startte. En wat betekent dat voor jou om op de wachtlijst te staan? Voor mij is dat niet alleen fysiek de last dat ik met mij meedraag,
maar hoofdzakelijk, en dat klinkt misschien vreemd, een hele zware mentale last. Ik ben een 42-jarige volwassen man. De periode is gekomen dat ik eigenlijk mijn ouders op mijn beurt zou moeten kunnen helpen, bijstaan. En eigenlijk dankbaar zijn voor alles wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan. En op dit moment moet ik de mensen die ik zou moeten bijstaan, eigenlijk tot last zijn. Want zo voelt dat voor mij. De mensen letterlijk tot last zijn. Ja, dus je voelt jezelf inderdaad tot last. Maar als ik nu bekijk, jij, ja, heb je dan eigenlijk, hoe heb je dat dan aangepakt om corona echt door te komen? Want ja, je zat daar wel alleen thuis. Eerlijk gezegd is dat vrij zwaar geweest, vooral de eerste lockdown. Want dan voelde ik mijzelf ook nog grieperig. Dus ik heb onmiddellijk al mijn contacten met mijn ouders verbroken, omdat ik zelf niet al te best was. En ik ook het gevoel had dat mijn verpleging die 's morgens kwam, mij niet alleen kwam helpen, maar eigenlijk ook een risicofactor was van eventueel het virus binnen te brengen. Dus ik heb 3 maanden lang bijna als enigste contact gehad. Dat was mijn verplegingsmorgens en 1 keer in de week familiehulp die kwam strijken. En dat was mijn enigste sociale contact. En heb je dan het gevoel dat de overheid aan jou, ja, in deze crisis, dat de overheid er voor jou was, dat ze aan jou nodig hebben gedacht? Nee, totaal niet, als ik eerlijk moet zijn. Want ja, als je dan naar de communicatie keek die er van buitenaf kwam en er werd eens gesproken over personen met een beperking, dan ging het vooral over mensen die in een instituut waren opgenomen. Daar werd over gesproken, maar over mensen die thuiszorg kregen of bij hun ouders woonden, die kwamen helemaal niet aan bod. Die vielen helemaal uit de boot. Dus op een gegeven moment voelde ik mij net als niet bestaande. En stel nu dat er plotseling dat de overheid groen licht heeft en ze zeggen we gaan massaal veel budgetten vrijmaken. Eddie, jij, na 16 jaar eindelijk gaan we jou een budget geven. Wat zou dat voor jou betekenen? Moest je nu plotseling toch een budget krijgen? Dat zou meerdere dingen betekenen, hè? Maar we gaan eerst en vooral beginnen. Mijn eigen waarde en mijn mentaal gevoel zou immens stijgen, want ik zou ineens meetellen als mens. De hulpvragen die ik nu als, naar mijn gevoel, last stel naar iemand, omdat het mijn ouders of vrienden of kennissen zijn, en omdat je die maar blijft aanklampen, zal ik maar zeggen, die kan ik dan vragen aan mensen die voor mij werken. En dat is toch totaal iets anders, want iemand dat voor jou werkt, die voert voor jou een opdracht uit. En trouwens, een mama en een papa, die gaan altijd naar hun kind kijken, als zijnde, ik moet zorg dragen. En als je dan aan zo'n iets vraagt, waar dat zij het toch niet helemaal eens mee zijn, dan ontstaat er ontegensprekelijk toch altijd die ja, nee, zou je dat wel doen, discussie. En die ga je niet hebben met een werknemer. Dus mijn eigen waarde zou immens stijgen. Ik zou vinden dat ik als zoon meer aanwezig kon zijn voor mijn ouders, om mijn rol als zoon ook op te nemen. Dus het zou een hele verbreding zijn van mijn mentale ik zijn alleen al. En ja, wat zou jou wat verwacht je van onze politici? Wat zijn jouw aanbevelingen eigenlijk, Eddie? Wat verwacht ik van onze politici? Ik leef nu al 43 jaar bijna met dit beperkte lichaam, zal ik maar zeggen. En ik vecht al 20 jaar zelf tegen de beperktheid van onze maatschappij. Zet u voor 1 keer in onze schoenen, bekijk het leven eens door onze bril en stel uzelf eens de vraag wat het voor jou zou betekenen als u zelf of uw kind constant hulp moest vragen en hopen dat hij ze kon krijgen of dat jij ze kon krijgen. Iets heel simpel. Er staat een fles melk op een kast waar dat je niet aan kan. Ik kan naar de buren gaan rijden in de hoop dat er iemand thuis is om ze te nemen. Heb ik een assistent in dienst, dan spreek ik daar op zijn minst vaste periodes mee af. Dus weet ik, oké, van 4 tot 5 is er niemand,
Maar om 6 uur is er hulp. Dus dat extra uurtje maakt het niet. Dus kort gezegd, zet u eens voor 1 keer in onze plaats. Dank je wel, Eddy. Het was een heel moedige getuigenis. Nu, vanuit Onafhankelijk Leven, en zij willen al lang aan het strijden tegen de wachtlijsten. Het is zo dat de wachtlijsten, denk, de minister heeft zelf al gezegd, ik ben de minister van nooit genoeg, maar het blijft zo dat er wel 20.000 mensen op de wachtlijst staan en dat er, die hebben allemaal de belofte gekregen van, u krijgt een budget, maar we hopen dat deze regering daar toch dringend werk van maakt om eindelijk mensen een budget te geven. En daarom is eigenlijk mijn vraag ook voor Gert. Eerst en vooral, België heeft in 2007 het VN-verdrag ondertekend, dus heeft zich geëngageerd om te evolueren naar een inclusieve maatschappij. Maar toch staan we vandaag met meer dan 20.000 mensen op de wachtlijst, die eigenlijk, zoals Eddy, 16 jaar, dat is bijna een generatie die op een wachtlijst staat. Dus ja, wat zegt het VN-verdrag daarover? Wat is dat wel ook? Wat kunnen we daar eigenlijk aan doen? Want België heeft het toch ondertekend en toch zitten we vandaag in de situatie 20.000 mensen, geen perspectief. Ja, en ik zie mijn kans gewoon om nu met een betere verbinding waar ik nu zit, om nog de belangrijke basispijlers van artikel 19 nog eens te herhalen. De eerste belangrijke basispijler is dat je de keuze moet hebben waar en met wie je leeft. En Eddy heeft duidelijk de keuze gemaakt om zelfstandig te wonen en wil ook zelf zorg gaan dragen voor zijn ouders. En die keuze moet gerespecteerd worden, heel duidelijk. Daar valt niet op af te dingen. Ten tweede is er het recht op individuele ondersteuning. Die heeft persoonlijke assistentie nodig om zijn huishouden te bestieren. En van een welvarende regio als Vlaanderen zouden we moeten kunnen verwachten dat op korte of middellange termijn aan Eddy een perspectief kan geboden worden. Maar ik denk dat de overheid hier een grote steek heeft laten vallen als ik hoor hoeveel jaren Eddy al op de wachtlijst staat. Ten derde moet de overheid ook werk maken van een toegankelijke reguliere dienstverlening, de gezondheidszorg, de huisvesting en het openbaar vervoer, het regulier openbaar vervoer. Altijd moet daar toegankelijkheid een basisvoorwaarde zijn, zodanig dat personen met een handicap daarop kunnen terugvallen en daarmee op een inclusieve manier deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Nu, het probleem is dat van die drie pijlers enkel de eerste pijler onmiddellijk verplicht is voor de verdragssluitende staten, dus voor België of de Vlaamse overheid. Personen met een handicap mogen nu vandaag niet meer verplicht worden tot een bepaalde woonvorm. Nu, het probleem blijft wel bestaan dat je als persoon met een handicap vaak impliciet gedwongen wordt tot een bepaalde keuze, tot een bepaalde woonvorm, net omdat die andere twee pijlers nog onvoldoende gegarandeerd zijn. Dus dat is een beetje een grote adder onder het gras. En die twee laatste pijlers, die moet Vlaanderen progressief realiseren. Dat wil zeggen dat we niet dat niet van vandaag op morgen moet gerealiseerd worden, maar wel dat er gestage vooruitgang moet zijn. En dat heet het stand-still-principe, dat er dus geen stappen terug mogen gezet worden. En vanuit UNIA zien we er ook op toe dat er geen stappen teruggezet worden. En progressieve realisatie, dat is eigen aan wat men economische, sociale en politieke rechten noemt. Progressieve realisatie is ook niet vrijblijvend. De internationale consensus is dat alle beschikbare middelen moeten ingezet worden om sociale, economische en politieke rechten te bewerkstelligen. En dat er ook onmiddellijk wel overwogen en doelgerichte stappen moeten ondernomen worden. Dus met andere woorden, dat men een concreet plan uitwerkt op korte en middellange termijn om die concrete doelstellingen met concrete streefcijfers te bereiken. En ik pik daarmee ook in op een andere vraag die in de chat gesteld is, van hoe ver staat dat nu met dat proces van deinstitutionalisering? Wel, ik kan daar moeilijk een antwoord op geven, omdat net die cijfers onvoldoende voorhanden zijn of onvoldoende ook gecommuniceerd worden. Dus daar is wel een werkpunt voor de overheid. Dat is dat daar breder moet over gecommuniceerd worden, ook naar personen met een handicap toe. En wat mij betreft mag daar ook geen taboe bestaan. Dat moeten dingen zijn die publiek toegankelijk zijn, die gegevens. Er wordt ook gevraagd van, ja, de overheid ziet eigenlijk
ja, mensen op een, op, met een handicap eigenlijk vaak als een kost. Dus ze zeggen van ja, oké, we gaan hier een kost hebben, maar ja, waarom bekijkt men niet terug wat de investering betekent, wat er een soort terugverdieneffect is? En is men daar ook mee bezig? Moet men daar niet mee bezig zijn? Voilà, dat is onvoorstelbaar. Ik zie in mijn omgeving heel veel heel bekwame mensen met een handicap die dankzij die ondersteuning echt een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, die dat ook doen. En waar de maatschappij ook als maatschappij vruchten van draagt. Dus het hele potentieel door dat gebrek aan ondersteuning dat wegvalt, waar de maatschappij niet de vruchten kan van dragen, dat is enorm. En ook de meerkost van mensen die, doordat ze geen ondersteuning hebben, op werkloosheid moeten terugvallen bijvoorbeeld, dat is een enorme kost voor de maatschappij. Die kan opgevangen worden, die voor een stuk kan teruggedrongen worden, hè, door beter in te zetten op die ondersteuning in het persoonlijke leven, op de arbeidsmarkt, in het sociaal-culturele leven enzovoort. Er zouden ook meer personen met een handicap kunnen deelnemen aan het culturele leven, waardoor dat er ook een groter bereik is voor de culturele sector enzovoort. Al die verschillende facetten zouden eigenlijk ook mee in overweging moeten genomen worden wanneer men het heeft over het financiële plaatje. Dankjewel. We hebben ondertussen al twee getuigenissen gehoord. Nu, vanavond, de vaccinatiestrategie is ook iets dat heel erg leeft. Het is zo dat in heel het coronaverhaal hebben wij eigenlijk eerst gepleit dat mensen met een handicap heel vlug zouden gevaccineerd zijn. We merkten dat iedereen was bezig met de vaccinatiestrategie, maar het was totaal niet duidelijk waar personen met een handicap nu eigenlijk onder vielen en wanneer dat ze zouden worden gevaccineerd en of ze dan al dan niet als risicopatiënt werden gezien. Sebastian is een van onze gedreven ambassadeurs die zelf papa is, zelf ook in een rolstoel zit en zelf eigenlijk risicopatiënt is. En we laten hem graag aan het woord over zijn ervaringen binnen de vaccinatiestrategie. Sebastian, ik geef jou graag het woord. Dank u wel. Ja, het voelt altijd een beetje raar als PWF-budgethouder te praten naar mensen zoals Eddie, die 16 jaar al wachten op een budget. Ik ben dus Sebastian en ga mijn vaccinatieverhaal met jullie delen. Ik ben 48 jaar en sinds een accident 14 jaar geleden ben ik tetrapleeg. Dat wil zeggen dat ik aan alle vier ledematen verlamd ben en sterk verminderde longfunctie heb. Dus daardoor ben ik in deze context risicopatiënt. Ik heb twee kinderen in co-ouderschap en leef met een PBF-budget en met behulp van een netwerk van assistenten zelfstandig thuis. En in aanloop van de vaccinaties heb ik letterlijk naar elke politiker die ik kende, die daarbij betrokken was of waarvan ik dacht dat die daarbij betrokken zou kunnen zijn, en beleidsmakers en mijn vaccinatiecentrum en gemeente e-mails gestuurd. En ze gebeld en oorspronkelijk met de vraag mensen met een beperking die niet in institutionele context leven in hun beleid niet te vergeten. En toen dan op een bepaald moment bekend werd dat bepaalde assistenten gevaccineerd gingen worden, ben ik daarna overgegaan mijn persoonlijke verhaal te vertellen en uit te leggen dat het vaccineren van één enkele van mijn assistenten voor ons gezamenlijk netwerk eigenlijk helemaal geen ontspanning zou brengen, zoals dat het geval zou zijn als de zwakke schakel, we zeggen als ik gevaccineerd ging worden. Maar uiteindelijk is vier weken geleden is die verhaal sozusagen zijn hoogtepunt bereikt. En terwijl ik ook, zoals iedereen, verhalen hoorde van vrijwilligers in rusthuizen die er al twee jaar niet meer kwamen, of van administratieve medewerkers van gemeentes die van thuis werkten, dat die allemaal gevaccineerd werden, links en rechts van mij. De kranten stonden vol met verhalen van vaccinaties die beschikbaar waren, blijkbaar voor burgemeesters en hun entourage, of apothekers en
kinesisten en doktoren die al jaren niet meer actief waren, voor die waren allemaal vaccins beschikbaar, kreeg ik dan op een bepaalde donderdag een oproep van mijn vaccinatiecentrum. Ondertussen had ik die nummer al in mijn gsm opgeslagen. En ik dacht, nu is het eindelijk zover, dat gaan ze mij bellen om te zeggen, kom Sebastian, nu zijn ook thuis wonende personen met een beperking aan de buurt. Maar niks minder was het geval. Ze belden mij op om te zeggen dat ik moest stoppen met bellen of met e-mails te sturen en dat er voor mensen zoals mij geen uitzonderingen gemaakt gingen worden. Dat was een redelijke opdomper natuurlijk. Maar de dag daarna, op vrijdag, werd ik dan van iemand gecontacteerd met het nieuws dat ondertussen via iemand mijn verhaal gehoord had, een chirurg in een ziekenhuis, en die helemaal met mij in zat en het helemaal niet kon begrijpen dat ik nog niet gevaccineerd word. En die heeft mij daar op de risicolijst gezet en 3 dagen later, op de maandag, heb ik mijn eerste prik dan gekregen. Maar weer een dag later heb ik dan eigenlijk voor het eerste keer sinds begin van die pandemie letterlijk gehuild. Dan heb ik mijn reguliere, hoe moet ik dat noemen, oproepingsbrief van mijn vaccinatiecentrum gekregen, waarin stond dat ik dus op de laatste dag van de risicopatiënten, wil zeggen vorige zondag, ging gevaccineerd worden met AstraZeneca en met een afspraak voor de tweede prik midden augustus. Dat wil zeggen dat eigenlijk mijn hele netwerk, had ik nu niet het geluk gehad via een andere kanaal mijn vaccin te krijgen, dat mijn hele netwerk tot in september niet in zijn plooi had kunnen vallen. Je kunt zeggen ik moet het mij niet meer aantrekken, maar dat maakt mij gewoon kwaad, omdat ik weet dat er veel andere mensen in mijn situatie zijn voor die dit nu het geval is. En voor deze mensen zijn dan krantenkoppen van BW's die gevaccineerd worden, geen risicopatiënten zijn, om zo te zeggen het stigma van risicopatiënten te verminderen, of dat de logistiek niet dat het logistiek niet mogelijk is de tijd tussen de eerste en de tweede prik voor deze mensen ook in te korten na 8 weken, zijn gewoon klappen in hun gezicht, en daar zijn tegenwoordig heel veel van. Dus nadat alle personen met een beperking eigenlijk, of ze nu risicopatiënt zijn of niet, die enige aanraking hebben met een institutionele context, ook al is dat, bezoeken ze maar 1 dag in de week, een dagcentrum, die zitten eigenlijk allemaal 3 maanden veilig. En ik als zelfstandig thuislevende gehandicapte risicopatiënt zou dus letterlijk op 15 augustus met de laatste Vlaming mijn tweede prik gekregen hebben. En ik vraag me af hoe dat in godsnaam is kunnen gebeuren. En Dave zei in zijn inleiding dat mensen zich in deze tijden gewoon in steek gelaten gevoeld hebben. Maar ik heb mij echt serieus in steek gevoeld gelaten. Dankjewel, Sebastian. Het is zo dat de vaccinatiestrategie is ook nog niet afgerond. En we zien dat er daar echt wel, dat we dat vanuit Onafhankelijk Leven ook een voorbeeld vinden, voor dat het eigenlijk voor mensen met een handicap toch ook echt wel anders had gekund. Maar de vraag is natuurlijk, als we het even linken aan het VN-verdrag, wat zegt het VN-verdrag daarover? Hoe zit dat dan? En Gert, daarvoor ga ik eventjes terug naar jou. Ja, in eerste instantie, ja, de COVID-crisis is natuurlijk heeft ons allemaal verrast. En we waren compleet onvoorbereid
hoewel dat daar misschien kritiek op gegeven worden, omdat er toch wel sommige virologen toch al gewaarschuwd hadden. Maar bon, we moeten ook een beetje respect hebben voor beleidsmakers en politici. Maar toch, het verhaal van Sebastiaan is jammer genoeg zeer herkenbaar. Waarom? Het is nog altijd vandaag geen automatisme om in noodsituaties, maar ook in andere situaties, jammer genoeg, steeds ook rekening te houden met personen met een handicap. Ik denk aan de eerste persconferenties vorig jaar bij het uitbreken van de crisis, waar ondertiteling niet voorhanden was, waar gebarentaal niet voorhanden was. We hebben daar ook contacten over moeten hebben met de crisiscel. En vaak ook omdat men vaak met een medische bril nog of met een caritatieve bril naar handicap kijkt, zal men, als men dan toch aan personen met een handicap denkt, eerder ook nog aan personen met een handicap in instellingen denken. Hè. Wie kiest voor inclusief wonen wordt dan nog eens extra over het hoofd gezien, terwijl deze mensen, hè, zoals dat Sebastiaan zegt, evengoed tot de risicogroep kunnen behoren. En nochtans zegt ook daar artikel 11 van het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap iets over. Dat is het artikel dat gaat over crisissituaties meer specifiek. En dat vraagt dat overheden alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid van personen met een handicap in crisissituaties te waarborgen. En het VN-comité vraagt ook dat in crisissituaties de nodige ondersteuning geboden wordt aan personen met een handicap en dat ervoor gezorgd wordt dat niemand vergeten wordt. Dus het is voorzien als een verplichting voor de verdragssluitende staten, maar het is nog jammer genoeg helemaal geen automatisme om in beleidsvoering, of dat nu crisissituaties of geen crisissituaties betreft, is het nog jammer genoeg niet voldoende, worden personen met een handicap niet voldoende in rekening gebracht, worden ze ook niet voldoende betrokken, vaak zelfs helemaal niet betrokken, bij het uitwerken van beleid, dat ook op hen directe effecten heeft. En tenslotte is er ook nog artikel 25 van het VN-verdrag. Dat is een artikel dat specifiek gaat over gezondheid. En dat artikel vraagt dat de nodige gezondheidszorgen verstrekt worden aan wie dat omwille van zijn handicap nodig heeft. Dus ook daar, op basis van dat artikel, zou je kunnen zeggen van personen met een handicap die omwille van hun handicap tot de risicogroepen behoren, hebben met name recht op die aangepaste, die specifieke gezondheidszorg, met name hier het prioritair toedienen van een vaccin. Dus begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin moet gewerkt worden, maar jammer genoeg worden personen met een handicap 1 te weinig betrokken, bij het uitwerken van beleid dat op hen effecten heeft. En ten tweede worden ze al met een keer veel te vaak compleet vergeten. Dankjewel, Gert. Ondertussen zijn er toch redelijk wat vragen binnengekomen van mensen over toch wel de diverse onderwerpen, dus we gaan daar toch wel graag even op in. Iemand vraagt van, ja, oké, maar ik ben nu bijvoorbeeld als risicopatiënt gevaccineerd met AstraZeneca. De tweede prik komt dan pas op 13 augustus. Er is dan toch geen voorrang van risicopatiënten. Want nu was er dus, nu plots was er 12 weken, dan was er 8 weken. Waarom is dat niet gewoon direct aangepast? Waarom kan ik niet nu plotseling al op 8 weken worden gevaccineerd? Dus waarom kan mij dat voor mij niet aanpassen? Dat is een van de vragen die komt. Ik weet niet, Gert, of dat jij daar op kan antwoorden, wat je daarvan vindt. Dat is om zo meteen op te antwoorden, maar misschien iets te technisch en te specifiek. Hè. Maar ik kan alleen herhalen dat de snelheid waarmee op basis van de specifieke gezondheidstoestand die eigen is aan jouw situatie, dat je daar wel recht hebt op een om zo snel mogelijk een vaccin toegediend te krijgen waar dat dan nodig is. Maar dat is te moeilijk om hier specifieke situaties in te gaan, omdat ik niet alle informatie heb natuurlijk.
Er vraagt iemand iets totaal anders. Je vraagt van ja, we hebben de wachtlijsten, maar moet men daar, is men eigenlijk niet verplicht om als overheid transparant te zijn en te zeggen van kijk, het zal tegen dan zijn dat jij jouw budget zal krijgen. Dus nu weet je het niet. Dus mensen staan op de wachtlijst, maar ze weten eigenlijk niet wanneer ze het gaan krijgen. Is men niet verplicht om daar gewoon openlijk te zeggen, oké, dit dan zal je jouw budget krijgen? Ja, die verplichting. We hebben daar al discussies over gehad met juristen die gespecialiseerd zijn in die materie en die ook ervaring hebben in rechtspraak. En omdat wij ook denken van, ja, stel je voor dat je een hele carrière gewerkt hebt en je nadert je pensioen en je krijgt een brief van de overheid dat zegt van bedankt Gert Baks voor je bewezen diensten, je hebt recht op een pensioen, alleen weten we niet wanneer dat we u dat gaan kunnen uitbetalen. Ja, ik denk dat niemand daar gelukkig mee zal zijn. En ook hier, wanneer dat je de boodschap krijgt dat je aanspraak maakt op persoonsvolgende financiering, maar dat men alleen niet kan zeggen wanneer dat je het ook gaat kunnen gaan van beginnen genieten. Is dat wettelijk? Is dat kosher? Wij hebben daar juristen over geïnterpelleerd. En dat is toch niet zo evident om op basis daarvan een zaak aanhangig te maken bij de rechtbank. Ten andere, ja, dat die datum daar niet op meegedeeld wordt, dat is er ook aan gelegen dat men dat ook niet weet wanneer dat zal kunnen gebeuren, hè, zal kunnen gaan gebeuren. Maar of dat nu wettelijk is of niet, daar zou je kunnen over discussiëren, maar op basis van de informatie die wij bij specialisten ingewonnen hebben, is dat niet evident om louter op basis daarvan een rechtszaak in te spannen en daar ook uw gelijk te halen. Dankjewel Gert. Dat is natuurlijk vanuit het juridisch standpunt. Nu, vanuit onafhankelijk leven hebben we daar uiteraard ook een standpunt in. Dus we denken dat iedereen het wel moet weten en ook dat de politiek, we zitten maatschappelijk gezien, als je bekijkt, jaarlijks komen er 3% personen met een handicap bij. Dat is gewoon een feit. Dus als maatschappij weten we dat we in een maatschappij leven dat mensen met een handicap zijn. We hebben ons geëngageerd om tot een inclusieve samenleving te komen. En dat wil zeggen dat we daar ook de middelen moeten voor vrijmaken. En dat we dat in ons beleid, we noemen het nu een uitbreidingsbeleid, is dat een beetje absurd vanuit ons standpunt, want het is geen uitbreiding, het is gewoon de realiteit. Dus het moet geen uitbreiding zijn, je moet mensen het budget hebben, geven waar ze recht op hebben. Als maatschappij moeten we dat gewoon doen. En vanuit onafhankelijk leven zeggen we ook, zie het als een investering. Want elk budget dat we investeren in mensen, vloeit uiteindelijk terug. Ofwel gaat het op psychosociaal welzijn terugvloeien, ofwel gaat dat terugvloeien op het feit dat mensen met een handicap terug aan de slag gaan, terug geïntegreerd raken in de maatschappij. Of dat ze ergens anders voor tewerkstelling zorgen. Dus wat wij echt in het discours voor pleiten is, zie het niet als een kost, zie het als een investering. En zie het ook iets als we dat door die maatschappelijk moet nakomen. Als je tot een inclusieve maatschappij wil komen, dan is dit het hulpmiddel. Dus vandaar een oproep. En ik denk dat we meer dan dat moeten doen. Straks een oproep om echt hiervoor te gaan. Gewoon van kijken, die budgetten zijn nodig. En ook, België heeft het VN-verdrag getekend. Dus dat is gewoon belangrijk. Van vragen komen er ook nog mensen binnen die inderdaad al een paar keer vragen, juridische afdwingbaarheid is een thema die heel erg leeft bij mensen om dat te weten, want er zijn veel mensen in de zaal die echt al lang op de wachtlijst staan, die zeggen het haalt precies ook al maar niet veel uit, dus dat is iets dat heel erg leeft, waar je ook al een stuk op geantwoord hebt. Ik heb Sebastian al aan het woord gelaten en ik ga dat nog eens doen, want Sebastian is ook een van onze gedreven ambassadeurs, zoals ik al zei, maar ik ga hem ook nog laten zeggen wat je eigenlijk zelf, als je hier aanwezig bent, hoe je verder kan meewerken. Sebastian, ik schakel terug over naar jou. Dank je. Ja, dus we hebben hier nu 3 verhalen gehoord die weer eens heel duidelijk maken dat in deze situatie bij cruciale beslissingen mensen met een beperking veel te weinig gehoord worden. En dat met de levensrealiteit van mensen met een beperking veel te weinig rekening gehouden wordt. Dit geldt natuurlijk niet alleen in de zorg en in de context van een pandemie, maar dat is iets dat wij, dat in de loop van de avond ook hier ter sprake gekomen. Dan zien we in alle aspecten van het leven, dan zien we Mobiliteit, Toegankelijkheit, Huisvesting,
En in tegenstelling tot alle goede intenties en nota's over handy-streaming gebeurt er eigenlijk bloedweinig. Wat moet er eigenlijk wel gebeuren? Beleidsmakers moeten gewoon ervoor zorgen dat mensen met een beperking verplicht een deel van hun beslissingsorganen uitmaken en dat besluitvormingsprocedures ook de goedkeuringen van personen met een beperking vereisen. Maar wij als personen met beperking moeten ook zelfs ervoor zorgen dat we ons expertise ter beschikking stellen en dat we uiteindelijk ons rechten ook opeisen. Dus als, jou, als daar onderwerpen zijn die jou interesseren, dan stuur ons jouw verhaal en of sluit jou aan bij de ambassadeurs van Onafhankelijk Leven, waar wij regelmatig getuigen of als experten betrokken worden. En als jij op de hoogte gehouden wilt worden over dit soort inhoud of onze activiteiten, dan kun je jou ook inschrijven op ons Facebookgroep. Ik denk Dave zal een opsomming van de inhoud van het webinar doorsturen met een link naar die Facebookgroep. Daar delen we onze eigen verhalen en andere verhalen en posten uitnodigingen naar roundtables of bepaalde onderwerpen over bepaalde onderwerpen of uitnodigingen naar lezingen of interessante of gebruikersraten bijvoorbeeld of zoeken naar sprekers voor scholen en universiteiten. Want uiteindelijk, als we ondertussen iets geleerd hebben, dan is dat spijtig genoeg dat dit niemand voor ons doet. Wij moeten hier echt de touwtjes in handen nemen en de rechten waarna België zich verplicht heeft echt opeisen. Dus een warme oproep. Schrijf je in op de Facebookgroep, informeer jou en neem deel aan het gesprek, aan de aan het thema. Breng jou in, deel jouw verhaal, deel jouw expertise, stel jou ter beschikking. Dankjewel, Sebastian. Het is inderdaad zo dat we als je kan meewerken binnen Onafhankelijk Leven als ambassadeur, dus daar ga je meer uitleg over krijgen. Dat is een gedreven groep van mensen die mee de boodschap uitdragen. Daarnaast kan je ons ook mee ondersteunen, want we hebben jouw mening ook nodig. We gaan dat op twee manieren doen. Je gaat hier straks op jouw scherm een aantal vragen zien waar we graag jouw antwoord zouden hebben. Je hebt er al eentje gekregen. Er komen er nog een paar waar we graag hebben dat je die ook antwoordt. En daarnaast komt er ook nog een enquête. Dus we doen een uitgebreide bevraging waarbij dat we naar jouw mening peilen. En die hebben we eigenlijk beleidsmatig aan de slag te gaan. Dus die ga je nadien in jouw mailbox krijgen, gaan we ook breder verspreiden. Dus ik ga eerst een aantal vragen lanceren die je nog kan vragen om te beantwoorden. Dus die komen nu in beeld. Ja, nu zie je op jouw scherm, dus ik geef iedereen eventjes de tijd om deze in te vullen. En onze excuses voor de technische issues. We hebben ondertussen geleerd dat het toch wel niet goed is om in de keuken te zitten. Of denk ik dat Gert zich even heeft verplaatst en dan kwam het allemaal wel beter. Dus onze excuses daarvoor. In coronatijden proberen we creatief te zijn en proberen wat op afstand te zitten. En kijk, en soms lukt het eens wat minder goed. Maar we hopen dat je toch deze webinar, dat je de essentie, dat deze wel is overgekomen. En we gaan ons best doen om dat hier op een andere manier ook naar iedereen over te brengen. Ik zie daar redelijk wat mensen het inderdaad al hebben ingevuld. Ik ga ook nog een tweede poll lanceren. Die komt nu ook in beeld. En ik kan onmiddellijk ook zien wat de antwoorden daarover zijn. Want we vinden het natuurlijk ook belangrijk om beleidsmatig ook te wegen. En als, er zijn ook redelijk wat mensen die de chat gezet hebben van er verandert nooit iets. Ik denk als we niks doen, verandert er zeker niets. Maar we roepen jullie ook op om mee te steunen, om mee uw boodschap te verspreiden, om dit mee uit te dragen. Want zoals Sebastian zegt, we hebben jullie eigenlijk ook echt nodig om het mee te ondersteunen. Dus hou ons ook in de gaten. Je kan ons ook op de nieuwsbrief abonneren. Daar krijg je het laatste nieuws te horen.
En we gaan jullie ook al de info geven over hoe dat je op die Facebook en zo terechtkomt. Dat krijg je ook nog van ons te horen. Ondertussen heeft iedereen dat hier ook ingevuld, zie ik. En dan ga ik nog even eventjes terugblikken wat er nog van vragen. Want wat we eigenlijk in de poll wel wilden weten, is dat je ten opzichte van beleidsmakers staat. En we willen ook weten van ten opzichte van, maar we gaan de resultaat ook te laten weten, in welke mate dat België natuurlijk het VN-verdrag al respecteert. Daar merken we dat er duidelijk nog een hele weg te gaan is. Dan ga ik nog een keer kijken wat er nog mensen zijn die in de chat iets gezegd hebben of nog iets gevraagd hebben. Je kan ons natuurlijk ook altijd nadien contacteren. Oké, de meeste mensen hebben hun vragen. Ja, dat is ook nog duidelijk van iemand die zegt van oké, mensen met een handicap zijn politiek minder interessant dan andere groepen in de samenleving. Daarom moeten ze hun stem laten horen. Ik denk dat we dat maar kunnen beamen. Dus het is belangrijk dat de stem wordt gehoord. En vandaarom dat we vanavond belangrijk vonden om verschillende sprekers aan het woord te laten. Dan dank ik jullie heel erg voor jullie aandacht. Ook aan al onze medewerkers vanavond. Eddie, Gert, Brent, Sebastian, die allemaal van op afstand zaten. En dan wens ik jullie een heel goede avond, een heel gedreven avond. En je kan ons uiteraard ook gewoon contacteren, ook met jouw bemerkingen kan je bij ons terecht. En nog eens, sorry voor de technische issues. Kijk, dus, daar hebben we ook uit geleerd. Je hebt het niet altijd onder controle wat het internet doet. We kijken er ook naar uit om terug live in zalen te komen. Naar het schijnt komt dat ook maar altijd terug dichterbij. Dankjewel en dan wens ik iedereen nog een goede avond. Tot ziens.